Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. In 1999 maakten wij een documentaire over de Bijlmerramp. Wij spraken met deskundigen over het vrijkomen van schadelijke stoffen. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. October 1992. Een datum die niet snel vergeten zal worden. Een El Al Boeing boort zich in een flat in de Bijlmer. 43 doden en een enorme verslagenheid. Maar als het vuur gedoofd, de slachtoffers geborgen en het puin geruimd is, begint het pas. Vragen, vragen en nog eens vragen. Over de route, waren er nou wel of niet twee rondjes boven het Gooimeer? Waarom geen noodlanding in het IJsselmeer? Risico voor slachtoffers onder de bevolking was er bij een landing op het water niet geweest. Waarom gekozen voor baan 27 met een aanvliegroute over de stad in plaats van baan 06 zoals door de verkeersleiding tot 2 maal toe werd geadviseerd? Met een aanvliegroute over nauwelijks bevolkt gebied. Was de captain bang baan 06 niet te halen? Maar moest het vliegtuig dan per se terug naar Schiphol? Internationaal grondgebied, zodat er geen lastige vragen over de lading zouden komen. En wat was dan die lading? Consumentenelektronica en parfum, zoals direct na de ramp werd meegedeeld? Maar dan vindt een bewoner in de Bijlmer een paar maanden na de ramp kledingstukken en een half verbrande vrachtbrief. Military Ordnance. Oftewel, militair materieel. 84 stuks tribal, kisten, geleverd door het MOD, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de El Al zou het hier gaan om motoronderdelen voor de Israëlische luchtmacht. Maar Hanya Maiweggen moet in juni 1994 toegeven dat het ging om militaire goederen, uitrusting voor militair geschut. Dan blijkt uit een Israëlische krant dat inmiddels 2 bedrijven een schikking hebben getroffen met hun verzekeraars. Core Communications en Israeli Aviation Industry, de eigenaren van de vracht. Beide bedrijven hebben niets met parfum en consumentenelektronica te maken. Op de vrachtbrieven staat hoogwaardige computerapparatuur vermeld, die overigens niet naar landen zoals Iran en Irak uitgevoerd mogen worden. Het lijken dus militair strategische goederen te zijn. Het bedrijf Israeli Aviation Industry wil niet reageren. Het blijkt te liggen op een afgelegen, zwaar bewaakt militair terrein. Waarom is de cockpit voice recorder van de El Al Boeing nooit gevonden? Hierop staat de conversatie in de cockpit, die duidelijk had moeten maken waarom de bemanning besloot over Amsterdam te vliegen. Of mag niemand dat weten? Of was er gewoonweg geen cockpit voice recorder, omdat er tijdens dergelijke missies simpelweg niets geregistreerd mag worden? Werd de bemanning speciaal voor deze klus uit Israël ingevlogen? En waarom onderbrak de co-pilot zijn dienstverband bij El Al gedurende 3 maanden voor de rampvlucht, zoals we in het officiële rapport van de RLD kunnen lezen? In de documentaire van de NOS, Iemand moet het toch doen, die gaat over het rampenidentificatieteam uit Rinus Jeremiassen, chef technische recherche die tijdens de Bijlmerramp leiding geeft aan een RIT-team, zijn ongenoegen. Toen burgemeester Van Tijn dus ons een tijdslimiet stelde, had ik persoonlijk een gevoel van boosheid. Ik werd daar boos om. We hadden een hele moeilijke klus te doen. Het feit dat wij dus in een ijltempo die zaken in de Bijlmer moesten proberen te klaren, had voor ons tot gevolg dat we op andere locaties nog weer verder hebben moeten zoeken in de puinresten. Voor mezelf betekende dat in ieder geval een tweede week aan het werk, omdat de Bijlmer voor een gedeelte daar is afgegraven. Het puin en het zand zijn afgevoerd naar een vuilstortplaats.
Daar bleek dus door de mensen die naar de vliegtuigdelen verder aan het zoeken waren, dat daar toch ook nog weer menselijke resten bij gevonden werden. En nou, dat is op zich natuurlijk nooit acceptabel. Wanneer wij dus goed hadden kunnen zoeken in de Bijlmer, was dat waarschijnlijk niet, was dat niet gebeurd. En wij vinden dat zelf ook niet acceptabel. Want stel dat souvenirzoekers de gelegenheid krijgen om op andere plaatsen nog eigendommen of misschien wel delen van slachtoffers te vinden, is dat niet acceptabel, is ontoelaatbaar. Waarom deze tijdslimiet door Van Tijn? Wat was er te verbergen? Waarom moest die grond zo snel afgegraven worden? Waarom weten we van 20.000 ton lading nog steeds niet wat het is geweest? Van 20.000 kilo vracht is nog steeds niet bekend waar het geweest is. Behalve uranium, wat in vliegtuigen gebruikt wordt als tegengewicht en voor de stabiliteit, blijkt nu ook een grondstof aan boord geweest te zijn wat gebruikt wordt bij de productie van een zenuwgas, sarin. Met de heer Schmid Appol van de stichting Visie beperken we ons in het komende gesprek tot de gevolgen die het inademen van verbrand, verarmd uranium voor mensen kan hebben. Meneer Schmid Appol, hartelijk welkom. Wordt er nu nog steeds uranium gebruikt in vliegtuigen? Nou, het kan zijn in de militaire vliegtuigen, in helikopters. In burgerluchtvaartuigen is sinds 1981 heeft Boeing het niet meer gebruikt. Is men weer op wolfram overgegaan, wat net zo zwaar is en veel beter en ongevaarlijk. Maar waarom hebben ze niet altijd wolfram gebruikt dan? Uranium is afval van de nucleaire industrie. Dat kost zogezegd niks. Die weten niet waar ze ermee naartoe moeten. En dus die zijn dolblij als dat in vliegtuigen wordt verwerkt. Dat wordt dan wel de hele wereld rondgevlogen, maar daar heeft de nucleaire industrie verder geen boodschap meer aan. Dus eigenlijk is het alleen maar uit puur economische overwegingen dat ze uranium hebben gebruikt? Volstrekt. Alleen maar om het geld. En ook in de munitie. In de oorlog, ja. De uraniummunitie om tanks uit te schakelen. Daar hebben heel veel generaals tegen geprotesteerd in Amerika. Maar daar is de wolfram niet ingegaan, maar dat doen ze met het goedkope uranium. Maar ook in de Golfoorlog, dat wordt ook nog even aangehaald in jullie rapport, is uranium gebruikt in munitie vanwege de grotere impact per inslag, omdat het soortelijk gewicht zo hoog is. Daar spelen kinderen mee, daar zijn ook gegevens over bekend. Ja, de kinderen die toch vatbaar zijn, vooral ook als ze ondervoed zijn, zijn veel kinderen gevonden met leukemie. En, want die contactstraling met het uranium, die is bijzonder gevaarlijk met verarmd uranium. Nu gaat het om 227 kilo uranium, wat niet teruggevonden is. Maar wat was nou het totale gewicht wat er in het vliegtuig zat? Ja, de leverancier daarvan, Nuclear Metals, die vermeldt dat al die toestellen 1500 kilo hadden. Maar er worden andere getallen genoemd, maar dat is niet eens zo belangrijk. Als 1 kilo verarmd uranium verbrand, komen daar zoveel deeltjes, stralende deeltjes vrij, dat verdeeld over de hele Nederlandse bevolking zou dat zijn 400.000 deeltjes gemiddeld per hoofd der bevolking. En hoeveel straling kan een mens blootstaan van verarmd uranium voordat er problemen komen? Nou, aan straling is volgens de wet toegestaan 170 millirem per jaar. Dus bij röntgenonderzoek en dergelijke. En deze contactstraling is gemiddeld 1000 keer zo hoog. 170 rem per jaar. Dan komen er klachten die bij alle mensen weer verschillend zijn, omdat ieder mens daar anders op reageert. Op welk moment is er nou verband gelegd tussen die klachten en de mogelijkheid dat het veroorzaakt zou kunnen zijn door het inademen van het uranium? Wel, een jaar na de ramp werd pas bekend, en niet door de overheid bekendgemaakt, dat in dit toestel verarmd uranium was verwerkt. En dat heeft mensen aan het denken gezet. Toen is dat nagetrokken, omdat in Amerika met verarmd uranium uit de Golfoorlog, daar waren de veteranen al actief. Van waar zijn we zo ziek door? En Amerikaanse rapporten die vertellen heel wat over het mogelijke effect van het inademen van uraniumdeeltjes. En dat is ook door de Federal
Aviation Administration, de Amerikaanse Rijksluchtvaartdienst, in een circulaire de hele wereld rondgestuurd in 1984. Dus dat is hier ook bekend. Met waarschuwingen hoe gehandeld moet worden in geval van een crash. Hoe de mensen beschermd moeten worden tegen het inademen. Wat zijn die richtlijningen? De richtlijnen, dat zijn dat ze maskers moeten dragen. Goede maskers, om niet de deeltjes verarmd uranium in te ademen. Want de contactstraling bij inademen of inslikken is bijzonder gevaarlijk voor de mens. Verklaart dat die mannen in die witte pakken? Ja, dat zij beschermd waren. Nou, zeer zeker. Want de luchtvaartmaatschappij en zeker al mensen die voor de bescherming die daar gingen zoeken, die wisten donders goed hoe ze zich hiertegen moesten beschermen. Zijn er ook sporen van uranium in de grond gevonden? Worden overal ter wereld altijd gevonden. Dat is natuurlijk uranium. Dat is dan gebonden aan silicaten. Dat is niet erg gevaarlijk. Maar wanneer je dat uranium, dus uit uraniummijnen, verwerkt, dan wordt het metallisch, dus metaal. En dat is bijzonder giftig. En verarmd uranium is het resultaat van het weer verrijken van uranium voor de kernindustrie, voor de nucleaire industrie, voor de verbranding in kerncentrales. En de restant, dat is de grote massa, dat is afval waar men geen weg mee weet. Wat doet dat uranium nu precies in je lichaam? Wel, die deeltjes, als je die inademt, en die vestigen zich in je longen. Of met inslikken gaan het via het darmstelsel. Die zijn dan in onmiddellijk contact met het weefsel. En daar oefenen ze een straling uit die, zoals ik net al zei, heel, heel, heel hoog is. Dat de vergiftigheid en die straling samen heeft een werking op het immuunstelsel. Het immuunstelsel tegen je afweer tegen ziekten en infectie en dergelijke wordt dus verzwakt. En bij elk mens is het effect daarvan verschillend. Want de een is eerder vatbaar voor dit en de ander voor dat. Dus je moet niet verwachten dat bij die eerste symptomen, bij de verzwakking van het immuunstelsel, identieke klachten tevoorschijn komen. Maakt het het ook niet erg moeilijk om dus als oorzaak dat uranium aan te wijzen? Dat moet dan ook onderzocht worden. En dat is mogelijk om te onderzoeken. Dat hebben wij gedaan. Daar is de overheid, had direct al in het eerste jaar direct urineonderzoek kunnen doen om te weten of hier besmetting door uranium plaats heeft gevonden. Dat heeft de overheid gewoon niet gedaan, want men heeft verzwegen dat hier uranium in dit toestel zat, wat dus verbrand kon worden, want bij 500 graden Celsius, blijkt uit Amerikaanse documentatie, dan komen die deeltjes al in de atmosfeer. En hier waren de temperaturen volgens de commandant van de brandweer zeker 2000 graden. En ook andere deskundigen spreken over die hitte. Wanneer is nou precies dat verband gelegd tussen die klachten en die mogelijke oorzaak dat het uranium is geweest? En door wie is dat geweest? Wel, dat verband dat is bij allerlei initiatiefnemers, mensen die in contact waren of zelf slachtoffer waren, al kort na het bekend worden gelegd. Maar omdat hier algemeen werd gezegd, dat kan helemaal niet. Elke autoriteit zei, dit is van geen enkel gevaar. Keveling Buisman van het ECN in Petten. De overheid, iedereen beweerde, dit kan niet, enzovoort, enzovoort. Dus daar, stel dat bij asbest. Er in een landje, de algemene opvatting is, dat heeft geen vezeltjes. Nou, dan kan iemand die met asbest besmet is, die kan praten links, rechts en overal aankloppen. Maar die wordt overal afgewezen en uitgelachen. Ja. Want hij praat over iets wat niet kan. Zo is dat hier gegaan met de mensen die klachten hebben, waar de huisarts geen weg mee weet en waar ze elders geen onderzoek naar doen. Uiteindelijk gaan jullie dan naar Zweden om onderzoeken te laten doen. Waarom was dat? Wel, we hebben eerst in overleg met de medische adviesdienst van het ZHO en met de toxicoloog van het AMC, op hun advies hebben wij eerst een terreinverkenning in Nederland gedaan. Toen bleek dat hier nergens in Nederland ervaring is met onderzoek van ontlasting als het gaat om zware metalen en dergelijke. Daarover wisten wij inmiddels dat in Zweden het laboratorium Biospectron al meer dan 10 jaar zeer veel ervaring had.
En toen is dus besloten om daar metingen te laten doen van de ontlasting van mensen die mogelijkerwijze hier besmet waren geraakt tijdens de Bijlmerramp. Is er ook gebruik gemaakt van referentiegroepen? Dus groepen mensen die met die Bijlmerramp niets te maken hadden? Nou, dit is een terreinverkenning geweest, zeg een pilot. Hè? Een eerste verkenning om te weten, wat levert dit onderzoek op? Kun je daar iets uit te weten komen? Dus er zijn maar een beperkt aantal monsters naartoe gegaan. Daar waren ook monsters bij van mensen die absoluut niet besmet konden zijn geweest bij de Bijlmerramp. En anderen in verschillende mate daarbij betrokken waren. Nu hebben we het natuurlijk over de slachtoffers, de mensen die in de Bijlmer woonden. Dat concentreert zich ook een beetje daar in het gebied. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen op die plek geweest. Ja, er is zelfs een grote stoet geweest bij de dag daarna. Er is een, ja, daar zijn de koningin geweest. En Northolt, de commissaris van politie, allemaal begeleid door de burgemeester, Ed van Tijn. Ja. En ja, wie niet? Hè? En die deeltjes die in de atmosfeer zijn gekomen, natuurlijk, de wind blies het weg. Maar het blies het in de richting van het paleis van de koningin. Dat is wel een feit. Het ging namelijk in de richting van Abcoude, Wassenaar, et cetera. En de Amerikaanse proefnemingen met verbranding van verarmd uranium wezen uit dat op 40 kilometer afstand, verder heeft men niet gemeten, maar nog steeds concentraties verarmd uraniumdeeltjes werden aangetroffen in de atmosfeer. Dus eigenlijk hebben wij er geen idee van hoeveel mensen in welke lichte of ernstige mate dit kunnen hebben ingeademd. Even terug naar het rapport, dat ligt er nu. Maar welke waarde moeten we daaraan hechten? Waar is het op gebaseerd? We hebben alle beweringen gelaten voor wat ze zijn. Wij hebben zelf ook geen uitspraken gedaan op dit gebied zonder een goede basis. We hebben een literatuurstudie gedaan die een 120, 130 dingen omvat. Daarvan zijn 60 literatuurstudies vermeld in onze studie. En die vermelden de betekenis van feestesonderzoek, van het onderzoek via ontlasting, zoveel jaren nadat de besmetting kan hebben plaatsgevonden. En verder hebben wij de beschikking gekregen over onderzoek in Nederland van chemische laboratoria. En met al die gegevens, we hebben Zweden, dus Biospectron, ingeschakeld. Verder heeft Omegang Nederland, dus in Amsterdam, die al eerder onderzoek hier had gedaan, ook naar de bodem, die in de Bijlmermeer is erbij geweest. En een universitair instituut en laboratorium in Canada, dus zeer verschillend. En die komen met elkaar tot de eenduidige conclusie. Dat is dan gebeurd met stofmonsters uit Hangar 8 van Schiphol. De eenduidige conclusie dat hier een heel hoog gehalte verarmd uranium in dit stofmonster zit. Nou, dat bewijst dat los van de proeven van de ontlasting van mensen, dat daaromheen de proeven ten aanzien van het vrijgekomen stof, dat die twee samenkomen. De derde stap is natuurlijk dan nog dat je zegt, nu ga ik bij mensen zelf de ontlasting verder meten en kijken. Wij hebben daar niet zonder meer maar middelen toe. We zijn een particuliere instelling zonder eigen fondsen. En ja, toen wij bezig waren fondsen te werven voor die stap, toen kwam ineens de bekendheid over de mensen die besmet waren op Schiphol, KLM'ers, et cetera. Hebben wij niet langer durven zwijgen over de onrustbarende gehaltes uranium die in de eerste metingen al waren gevonden. Maar even terug naar die ramp, want op dat moment weet men dus dat er uranium aan boord is. Ja. Behalve de bevolking, behalve de brandweer, behalve de GGD, behalve kennelijk de burgemeester. Waarom de burgemeester als hoofd van de brandweer hier niet onmiddellijk nadat het een jaar later bekend werd ontzettend aan de bel heeft getrokken. Maar de heer Van Tijn heeft tot voor kort nog zelfs beweringen gedaan. Nou, dit is eigenlijk, laat maar. Dat zijn intussen schijnt hij een wat gewijzigde mening te krijgen hierover. Ja. Van Tijn zegt dus, onder andere in een uitzending van AT5, dat hij zich misleid voelt. Ja, maar een burgemeester kan niet alleen maar zeggen, ik was misleid. Een burgemeester, wanneer daar na een jaar blijkt dat er uranium in gezeten heeft,
dan kan hij ook zelf wel initiatieven nemen om in het belang van de bevolking hier meer over te weten te komen. En niet alles voor zoete koek slikken van wetenschappers die niet aan kunnen tonen waar ze hun kennis vandaan hebben. Ja. Nu weten we inmiddels ook dat er een stof aan boord was wat gebruikt wordt voor de productie van sarin, zenuwgas. Zijn dat nou allemaal dingen die ermee te maken hebben dat die captain besloot om geen noodlanding op het IJsselmeer te maken? Ja, ik weet het antwoord daar ook niet op. Maar wanneer Schiphol een plek was waar je zonder enige controle alles kon doen en laten wat je wou, in de doorvoer van wat voor materialen ook, van Amerika naar Israël, waardoor je geen controle had op je naleving van het non-proliferatieverdrag, waarop je geen controle had op de vervoer van verboden of gevaarlijke chemische stoffen of wat dan ook. En dat werd allemaal vloog over Nederland enzovoort. Wanneer Israël zich niet schoon heeft kunnen praten over wat hier is gebeurd, dus zuiver verdacht blijft, een verdachte, dan zeg ik, dit terugvliegen naar die plek waar geen controle op mogelijk is, dat ligt het meest voor de hand als je met een lading vliegt die de wereld niet weten mag. En mijn opvatting is dat het zojuist weer vernieuwde verdrag, waarbij Mossad-agenten hier eigenlijk vrij spel hebben, zoals de tot nu toe ook gewapende agenten, iedereen die controle wou uitoefenen, op afstand hield. Dat we zeggen, dat kan niet. Israël heeft zich absoluut onmogelijk gemaakt om hier de vrije hand te krijgen. Hier moet een permanente controle op alle vracht die via dit verdachte traject gebeurt, moet plaatsvinden. Daar mag geen verdere vrijheid over zijn. Want de bevolking van Nederland moet veilig zijn tegen dit soort overtredingen. Maar zijn er nu mensen, wellicht op hoge posities, die met kromme tenen de uitslag van die parlementaire enquête af zitten te wachten? Wel, het zit natuurlijk niet zo lekker dat opeenvolgende ministeries hier een geheim verdrag hebben met dergelijke ingebouwde gevaren voor de bevolking. Dus dat zit er wel in. Dat zit er wel in, ja. En ik weet niet of een parlementaire enquête, een parlement wat zijn eigen belangen heeft in de mensen die in het kabinet zitten, of die wel werkelijk de durf en de moed hebben om dit echt objectief tot de bodem uit te zoeken. Ja. En te zorgen dat deze gevarenfactor voor de bevolking voorgoed tot het verleden gaat behoren. Een nadeel van zo'n parlementaire enquêtecommissie is natuurlijk dat betrokkenen uit Israël niet gehoord kunnen worden. Nee, maar als we dat wat hier bekend is, als we dat allemaal te weten komen, hè, en de ministers ook, en de minister-president, et cetera, hier echt moeten vertellen hoe het werkelijk zit, dan kunnen wij hier wel onze conclusies uittrekken voor de beveiliging voor de bevolking vanaf vandaag. Je kunt je zo langzamerhand natuurlijk af gaan vragen hoe betrouwbaar de gegevens zijn die door Israël verstrekt worden. Nou, dat is natuurlijk geen vraag, want we zijn daar op allerlei manieren om de tuin geleid. Parfum is bepaald geen stof waarmee je een zenuwgas maakt, ja. ze hebben geen dienst bewezen aan de parfumindustrie door dit soort dingen te gaan vertellen. Ja. Nu ligt het rapport op tafel. Wat zijn nou precies jullie aanbevelingen? Onze aanbevelingen zijn aan de overheid om de deskundigheid die in Amerika is hier naartoe te halen, objectieve wetenschappers en artsen die hier de artsen kunnen voorlichten, en zodat hier de mensen die hier klachten hebben een deskundige diagnose krijgen, een echt medisch consult, en vervolgens dat alle stappen worden genomen om na te gaan waaraan zij deze klachten te danken hebben. Een papieren inventarisatie, zoals minister Borst heeft gedaan, is eigenlijk meer een daar weten we de uitkomst. Iedereen zal wat anders zeggen. Er is geen eenduidig beeld. Dus we kunnen er eigenlijk geen conclusies uit trekken. Maar intussen patiënten aan hun lot overlaten, dat is wat tot nu toe gebeurt, daar moet onmiddellijk een eind aan komen. Voor de mensen die hier deze uitzending zien, is mijn advies, vraag
het rapport aan. Of vraag de documentatie daarover aan. De documentatie is gratis. Het rapport kunnen wij niet anders, omdat we geen eigen fondsen hebben, dan ter beschikking stellen voor 25 gulden. Hè, plus 5 gulden porto. Maar de documentatie daarover kan men wel gratis krijgen. En daarmee kan men naar de huisarts gaan. En de huisarts zeggen, koop dat rapport. En dat is denk ik heel belangrijk. Hè? Dat er dus een hele hoop mensen met klachten rondlopen. Verschillende klachten, omdat ieder lichaam natuurlijk anders reageert als het auto-immuunsysteem aangetast wordt. Maar jullie onderzoek nu heeft uitgewezen dat het dus wel degelijk met uranium te maken heeft. Ja, en daar gaan wij mee door. Wij doen proeven in vivo onderzoek naar, naar het aantonen of hier inderdaad verarmd uranium in deze patiënten wordt aangetroffen. Wij doen geen uitspraken erover, zolang we die uitkomst niet hebben. Maar wanneer die uitkomst komt, dan is dat in elk geval gegeven. En dat betekent dat ook de mensen heel veel andere dingen binnen hebben kunnen hebben gekregen. Ja. En dat is medisch tot een zekere hoogte te onderzoeken. Maar in elk geval kun je een programma in werking zetten waarmee mensen al geholpen worden in de ontgifting. En als dat niet in de reguliere geneeskunde kan, en wel in de alternatieve. Deze mensen zijn het waard om alles te benutten om hun weer hun gezondheid terug te geven, als dat kan. Dat is ook een beetje het probleem, hè? Dat genezingsproces voor die mensen. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met symptoombestrijding. Want het is eigenlijk maar toevallig dat met die variëteit aan klachten iemand op een gegeven moment heeft gezegd, we moeten eens denken in de richting van het uranium. Ja, Hans de Jonge, eigenlijk de wetenschapper achter ons rapport, ons hele rapport, want hij heeft de kennis op dit gebied. Ik ben de schrijver met hem. Hans de Jonge, die heeft een medische studie achter de rug. En die heeft veel kennis over de straling en andere effecten. Die heeft met zijn enorme kennis van de literatuur hier dat in dat rapport verwerkt. En daardoor is hier nu een basis gekomen voor het werken door de wetenschappers en de medici, et cetera, om naar de oorzaken te gaan en niet alleen maar symptomen, laten we daar wat u noemt symptoombestrijding te gaan doen. Hier moet fundamenteel aan gewerkt worden. En dat is, ja, deze literatuurstudie, de enige op dit gebied in Nederland, is daarvoor de basis. Wat komt er nog meer boven tafel? Straks misschien tijdens een parlementaire enquête. En dan moeten we met name denken aan de bewoners van de Bijlmer, die niet alleen maar nog steeds angst hebben als er een vliegtuig overkomt. Die niet alleen maar niet weten, nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn, omdat er nog een hele hoop gegevens en antwoorden ontbreken. Maar die ook te maken hebben met klachten waarvan ze ook nog steeds niet weten waar ze vandaan komen.